Jaren een van de organisatoren van die grote fietsvierdaagse. Hoe vind je dat om dat elk jaar weer opnieuw te doen? Nou, het was steeds zwaarder. Ik word ouder en het was steeds zwaarder. Dat moet ik wel vertellen. Maar ik vind het leuk om te doen. En ik denk als wij twee, Jos en ik, afvallen, dan wil ik nog wel zien wat het wordt. Ja, maar dan moeten jullie dus voorlopig nog maar even doorgaan. Dat is schijnbaar wel, ja. Ja. We moeten andere dingen afzeggen, vrijwilligerswerk. Ja, jullie doen al zoveel. Maar het staat je heel goed hoor, dat blauwe t-shirt. Dankjewel. We hebben het ook zo besteld, hè, dat het op mij stond. En verder niet. Ik hoop dat het goed gaat vandaag. Volgens mij loopt het tot nu toe loopt het goed of niet? Ja, fantastisch. We hebben net post gehad en die had bijna 600 stempelaars gehad. Fantastisch. Ja, hartstikke blij. Als het weer nog meer gaat, dan wordt het nog meer. Hoe was die dag tot vandaag? Super. Keurig georganiseerd. Erg duidelijk. Leuk. Volk is allemaal vrolijk. Komt natuurlijk ook door het mooie weer. Dus ja, perfect. Perfect. Nou, dat kan niet beter. En u kreeg zo net een beschuitje. Volgens mij is dat ook wel eens vaker geweest, hè? Ik heb geen idee. Dat is de eerste keer dat ik meedoe. U doet voor de eerste keer mee. Het is wel een omloos traditie van Bolletje, hè? Ja, dat is wel. En het is al de 70ste fietsvierdaagse. Precies, precies. En de eerste keer dat wij meer doen. Maar niet, zeker niet de laatste. Nou, ik hoop dat u de hele week zo prachtig weer houdt en dat u ervan geniet. Dat doen we. Gaan we zeker doen. Vind jij het fietsen? Leuk. Wat vind jij vooral zo leuk? Nou, de gezelligheid en gewoon ja, lekker fietsen. Ik hou wel van fietsen. Het is ook gewoon heel gezellig. En fiets jij veel? Moet je ook bijvoorbeeld verder naar school fietsen of zo? Naar school is niet heel veel, maar we fietsen wel elke dag. En ik heb in de meivakantie met papa 60 kilometer gefietst naar vakantie toe. En ja, we fietsen wel regelmatig een stuk. En je hebt volgens mij al vaker mee gefietst, of niet? Ja, vorig jaar fietste ik 3 keer mee, want de laatste dag toen gingen we op vakantie, dus toen was het niet zo handig. Alleen het jaar daarvoor had ik telkens 1 dag mee gefietst. En je bent van plan om dit keer ook weer 4 keer mee te doen? Misschien 4 keer, maar als ik de laatste dag of bijvoorbeeld donderdag niet meer kan, dan ga ik gewoon 3 keer mee fietsen. Maar je vindt het wel leuk dus? Ja.